En welkom bij Dynamite Medic Shop product update nummer 131. Oftewel november 2021. Oftewel 131. 131. Klopt. Sinterklaas is in Nederland. Komt eraan. De tijd van Sinterklaas komt eraan. Helaas wordt niet zoveel optredens rond Sinterklaas als voorheen. Geldt niet alleen voor mij, maar ook voor alle collega's natuurlijk. Door alle gedoe zijn er een hoop optredens weggevallen bij bedrijffeesten, bij andere feesten. Balen, vorig jaar ook al, dit jaar weer. Maar om de stemming niet te negatief te maken, gaan wij daar niet over hebben verder. Gaan wij lekker door om allemaal mooie dingen te laten zien. En ik weet niet wie je gaat beginnen. Ga jij beginnen? Nou, ga ik maar beginnen, René. Jij gaat beginnen. Ik heb hier iets moois. Jij hebt iets moois? Ik heb hier een bekertje. Jouw specialiteit. En als ik wil, knip ik in mijn vingers. Ja. En dan kun je hier heel mooi, kijk eens, een Coda blikje. Ik heb volgens mij, en zoals je kunt zien op de camera, dit is trouwens een echt Coda blikje. Niet dat mensen denken, hey. Maar ik dit is... geen plastic of latex blikje laten. Nee. Groter dan de beker natuurlijk. Ja. Het is de Coda Cup from... Cola from Cup Production. Fantastisch gemaakt in Europa. Je ziet het is gemaakt eigenlijk als een final load. Dat is het idee. Ja. Final load, zodat je als einde, als verrassing, nog even net dat extra dingetje, ja, boom, tevoorschijn kunt halen. Ik heb ook een filmpje waar ik een kleine chop cup routine doe en dan produceer. Ja. Maar in principe kun je deze ook gewoon gebruiken als mindfuck. Zet de beker neer en zeg, ja, het grappige is, de beker is aan de binnenkant dieper dan aan de buitenkant. En dan produceer je hem en dan zet je ze langs elkaar. Ja. Dus voor social media is het ook wel gewoon een tof ding. En de prijs is ook oké, vind ik. €47,95. Ja, handgemaakt gimmick. Ja. Dus geen geïmporteerd Oosters dingetje. Geen latex. Nee, geen latex. Is echt een mooi, mooi ding. Check de video zoals Leon de Chopka routine doet, zeg maar. Gerust even online bij het product op de website. Dan zie je de routine zoals Leon hem doet met als einde die productie. Mm-hmm. Maar het is enkel om een idee te geven. Ja. Want het is alleen ook, als je echt gaat nadenken, kan je nog veel meer doen. Ja. Je kan er misschien wel een of andere mentale voorspelling van maken ergens uit. Je hebt een klein doosje, ik heb voorspelling. En je laat mensen kiezen uit een aantal kleine voorwerpen. En bijvoorbeeld een blikje cola zit ertussen. Ja. Mensen kiezen een blikje cola en dan zien we nou, oh shit, dat kan nooit in dat kleine doosje zitten. Ja, ik krijg en uiteindelijk haal je daar een blikje cola uit waar mensen zeggen, huh? Ik krijg nou wel vragen van mensen of die een die beker past of een die beker. Als je daar een vraag over hebt, stuur even een mailtje of een berichtje. Dan kunnen we dat eventueel voor je checken. Cola from Cup Production. Ja. €47,95. Knoop het in je oren. Hey, iets anders wat ik ook wel tof vind. Vorige keer was hij op, was hij helemaal op. Ik heb hier een konijn in een hoed. Geen truc, konijn zit gewoon in de hoed. Maal het op. Welke kleur heeft de hoed? Zwart. Wat zeggen jullie? Lek. Zwart. Oké, okay. Zwart. Okay. Zwart. Zwart. Let op, je gelooft niet. Ik heb maar één kaart, hè? Het is niet dat ik nog een kaart heb. Hoe? En de hoed is veranderd in een rode hoed. Red. Applaus. Voor zeggen ze dan Duitsland? Rood. Red, rood, ja. Maar let op, hè. Dat is niet alles. Ja. Hij kan zelfs ook nog veranderen terug in een zwarte hoed. En dan zeggen mensen, ja, je draait hem om. Draai hem om. Je kan hem omdraaien, blijft gewoon een zwarte hoed. Nee, andersom. Oh, andersom. Kan ook, maar dan blijft gewoon een zwarte hoed. Nee, de achterkant. Achterkant. De achterkant, dat kan natuurlijk ook. Maar de achterkant, daar is een groene hoed. Dus geen zwarte hoed, geen rood, dat is een groene hoed. Groen. En je wil, oh, de andere achterkant. Groen. Oh, dat kan ook. Daar zit een gele hoed. Dat kan ook, zie. Kelp. Ja, precies. Maar we begonnen met een rode hoed, zie. Aan de ene kant. En een zwarte aan de andere kant. Dus dat is even wat er gebeurd is. Oh ja. Rabbit in the head trick. Je kan hiervan maken wat je wil. Ik laat gewoon even een mogelijkheid zien daarmee. Er zijn twee formaten. Juist, let op. Daar komt die schelen wel niet veel, vind ik. Dus, nou. Dus, zoiets. Nou. Zie je bijna. Ja, maar zo moet je zien, kijk. Het is Klein, €24,95 uit mijn hoofd. Groot, €29,95. Gemaakt van stevig karton. Gaat een leven lang mee als je het goed bewaart. Ja. En voor kinderen waanzinnig plat mee te nemen. Packs flat, zoals we dat wel eens zeggen. Place back. Superleuk. We hebben ook een andere versie. Exclusief. Alleen deze vind ik beter, want de andere heeft gewoon een rugzijde, zeg maar. Ja, daar zit en deze kun je dus nog een beetje meer mee doen. Dan heb je een konijn zit in de hoed en dan is hij weer weg. En dan is hij in de hoed en weg. En aan de achterkant zeggen ze, mogen we de achterkant zien. Ja. En dan is er niks speciaals. En de eerste ronde was ook zo weg, de eerste partij.
Ja, die waren volgens mij binnen een paar dagen alles weg. Dus we hebben misschien nu... als je dit kijkt, dus zijn ze ook alweer op, dat weet je niet. Als dat zo is, maar, ben dan, ik met vakantie. Ja. Dan hebben we echt een heleboel. Alright, Rabbit in the Head, klein en groot. Ja, we gaan snel door. Ik heb hier een kaartspelletje. Actie. Adventures. Mooi doosje. Adventures. Ik vond het weer mooi gemaakt. Theory 11. Ja. Een mooi kaartspelletje, zoals even uitwaaien. Dit is de... De rugzijde, kijk of dat in één keer lukt er in één. Het is natuurlijk het broertje van de paarse versie, hè? Eigenlijk hetzelfde doosje, een beetje in design. Zal het even zo doen. En de kaart is ook een beetje hetzelfde als de paarse, maar dan is het... De kaart te zien, hè? Ja. Op de Avengers natuurlijk, mensen die films volgen met al de superhelden erin. Nou, ze zitten hier een groot deel allemaal in. Ja, heel mooi. En ik vind vooral, ik persoonlijk, ik ben helemaal niet van de speelkaarten, zeg ik erbij. Wat? Je hebt een goochelwinkel. Ja, dat wil niet zeggen dat ik ben niet, als er zo'n nieuwe spel komt, dan ik moet ik hebben. Heb ik zelf niet. Maar ik vind dit wel een zeer, ik heb hier nu cellofaan in, maar zelfs zonder cellofaan ook. Het is echt een heel mooi 3D embossed. Dus ook, je voelt het ook echt niet, zeg maar, bedrukt. Het is met folie bedrukt allemaal, dit ook. Echt een tof doosje hier, logotjes erop ook. We verkopen ze ook in blauw. Mooi seal, in paars hebben we die maar. Oh, paars. Paars, dat zei ik net, is een broertje van een paarse. Paarse versie en een rode versie hebben. We hebben een beetje kleuren binnen, denk ik. Kleurdoof. Deze kosten overigens €10,95. Ja. Al is het maar voor je verzameling. Maar ik vind de achterkanten zijn zo mooi dat je ze dus eigenlijk als normaal kaartspel ook kunt gebruiken. Dat vind ik niet voor alle kaartspellen van toepassing. Maar alles met skeletten erop en dat soort dingen, denk ik. Ik weet niet of ik dat ben. Gewoon optreden in een restaurant. Ik heb hier allemaal kaarten. Allemaal doodskoppen, bloed, weet ik wat. Weet ik niet. Misschien als je een moordfeest doet of een Halloween party. Leuk, maar dit is nog een... Normaal kaartspel. Als je mij vraagt, maar wie ben ik? Ik ben René. Even kijken hoor. We gaan nu al heel hard. Ik heb hier een mapje. Dat is eigenlijk ideaal voor het bewaren van je visitekaartje bijvoorbeeld. Zie je, daar kan ik gewoon zo in. Ik had het ervoor geen gestopt. Heb ik altijd bij. We kunnen er een heleboel in trouwens. Verder helemaal leeg, zeg maar. Stukje veel zo op deze manier. Maar dat is het leuke. Stel nou voor. Dat je geld nodig hebt. Dan hoef je alleen maar dit te doen. Zie? En je produceert geld uit de wallet. En dan heb je dus gewoon... Ik zal het laten zien wat we hier hebben. Et voilà. Hoppatee. Dan mag je gewoon naar de andere geven, toch? Dankjewel. Hoppatee. Je hebt gewoon allemaal geld gemaakt. Kreeg je nog voor jou, man. Ja. Ja, dat. Dit was... Is... Weet je wat het is? Hij stond nog niet op de lijst. We hebben op het laatste moment op bijgegrist. En de naam van een keer veranderd. Ja, de naam van een keer veranderd. De Cash heet het volgens mij ook op de website. Heeft twee namen. En dan hebben we ook nog net de demo-doos gepakt. Slechte voorbereiding. Maar volgens mij, ik doe het even uit mijn hoofd. Volgens mij is deze 1650 of 1695. Weet jullie wat? Ik sta even op. Dit is gewoon, kun je zien dat dit live is. Dat we niet hier die week op oefenen om alles te doen. Ik pak een andere en hij is inderdaad, ik zal het zien. 1650. Zie, hangen hier aan het rek. Alle tenues hangen hier achter. Er zit wel geen geldbiljet erbij. Ja, die biljetten krijg je er niet bij, want die heeft Leon inmiddels gehad. Ja, je kan hier echt bankbiljetten laten verschijnen. Willekeurige biljetten. Niet willekeurig. Maar als ze te klein worden, is het niet handig. €50 is prima, €20 kan open. €10 is tricky, zeg maar. Even met formaat te maken. Maar je kan natuurlijk ook imitatiegeld gebruiken. Je kan cheques gebruiken. Wie heeft nog cheques? Geen idee. Maar of andere dingen, lottenformulieren, andere dingen in de vorm. Alles wat in de envelop past, zeg maar, kun je laten verschijnen. Eén of meerdere exemplaren. De Cash, maar het heeft nog een naam. Maar ik zet die onder in beeld. Dan komt het helemaal goed bij de naam. Misschien komt er dadelijk nog wel op. Ja, geen idee. Goed, dat was Tenjo 2022. Was dit trouwens één van de Tenjo's 2022. We hadden al ooit... Dat nieuwe kaartspel, wat eigenlijk de Wild, ook niet behandeld trouwens, denk ik nu aan. Met die Wildcard, het Wildcard effect, we hadden de telefoon waar je een stuk van af bijt, dus ook uit de serie. We hebben die met die twee kaarten, met de rond en de vierkant gat. Die en we hebben ook een zon. Ja, die komt zo meteen nog, er komen nog twee tenjo's aan zo meteen, als ik het goed heb. Die komen nog voorbij. Maar voor nu was dit even deze tenjo. Waarvan de naam zojuist goed in beeld heeft gestaan. Ik heb ook nog iets leuks van mij. Ik heb hier... Ik ben benieuwd. De echte, moet je wel heel voorzichtig zijn. De echte,
niet originele Mona Lisa aan een kaartspel. Zal ik even laten zien. Staat op compleet, dus ik neem het compleet. Dat betekent bij ons dat we er geen kaarten uit hebben laten kiezen, scheuren, signeren. Allemaal ja, verschillend. Misschien wat ik signeren zit. Ja, allemaal de oogstrijd, namelijk de slogies. Ja. René, zou je ergens stoppen en zeggen waar je zelf film? Stop! Ik doe het even zo, hier. Kan je deze bekijken? Ja. Ver. Kaart gaat ergens, doe het even zo, gooi er maar ergens tussen. Dat heb je niet gezien waar die terecht kwam, denk ik wel. Dat is niet wat zeker is. Als je die gaat terugvinden, applaus voor jezelf. Even schudden. Dan gaan we eens kijken of Mona Lisa zo meteen het werk gaat doen. Of hoe heet die schilder ook alweer? Da Vinci? Ja, Leonardo da Vinci. Ja, misschien heeft hij een geheime boodschap achtergelaten. Zie je wel eens vaker, dan hebben ze een schilderij. En dan, dan zien ze dan niks aan en dan gaan ze er met zo'n scanners overheen en dan kunnen ze allemaal dingen teruggaan. Heb je dat wel eens gezien? Ja, ze met een mesje erop krassen en dan zit achter nog eens. Ja, maar dan staat er van tevoren nog iets anders. Ja, ik snap wat je bedoelt. Of een half schilderij wat ervoor. Vroeger had ik al een V-licht. Ja. Ja, maar die V-licht en zo. Maar toch, als je de Mona Lisa hebt en je gaat zo over de kaarten. Ja. Dan kun je de Mona Lisa in principe een beetje laten scannen, zo, waar jouw kaart zou moeten zijn. Je weet de oude Mona Lisa, hè? En scannen is iets van latere tijd. Maar goed, nou, oké. Ik geloof je. Maar als het goed is, ja, kijk. Dan zie je dat de Mona Lisa een kaart gevonden heeft. De harte 3. Hé? Dat was hem? Ja, dat was hem zeker. Tada. Knap gedaan. Dit mag gewoon onderzocht worden. Ja. Cool. Mag hem ook verkopen, hè? Oké. Okay. Ik zal hem wel niet verkopen als het eruit is. Hangen een gaatje erin en gaan de muur. Ja. Hé, ik weet nu wat het is. We hebben namelijk heel veel van verkocht. Nieuwe voorraad komt begin december, zeker even bij. We zijn er bijna doorheen, maar we wilden het toch nu laten zien. We hebben namelijk ook versie 2, die laten we nu niet... dat was niet de bedoeling om die te laten zien. Het kan in principe wel. Ik kan hem wel even laten zien, denk ik. Dit lijkt me op zich wel compleet. Hier een bordje, wat niet helemaal is schoon geweest, maar ik heb een beetje schoon. Sorry, de Mona Lisa kost... Allemaal hetzelfde zijn ze. Volgens mij 43, 42, 95. Ik heb andere doosje bij de hand. Wat hebben we een goede voorbereiding? 43, 95. 43, 95, ja. En het idee van deze is een beetje hetzelfde. Je hebt hier alleen een leitje, zeg maar. Wat is een leitje? Een leitje is een... het is een leitje eigenlijk. Een schrijfleitje van vroeger, zeg maar. Het leuke is, je hebt een krijtje, mag je hand even ophouden? Top, dan leg ik dit zo even op. Ja? Ver, hè? Okay. Jij mag ergens stop zeggen waar jij zelf wil. Stop. Nog steeds als een kaartspel. Oké, okay, onthoud de kaart. Ja. Ja? En dan kan ik daar ook laten zien. Oké, okay, als ik dit... Til je hand een beetje op, kraak niet aan verder. Je zal gaan voelen dat je hand namelijk gaat trillen een beetje. Dat is raar, hè? Nee. Komt omdat het leidje is van mijn opa. En mijn opa is ook goochelaar. Die heeft dit meegenomen. Maar die helpt mij altijd met het vinden van kaarten. Want, heb je gezien dat hij is gaan trillen met een krijtje eronder. Welke kaart had je net gekozen? 8-7. 8-7. Zou je het leidje willen omdraaien? Flauw. Oké. 8-7. Dat is. Ja, ik vind dit ontzettend gaaf. En even voor het idee, dit is er gewoon met het krijtje opgetekend. Je krijgt het leeg, dus je kan er alles op zetten wat je wil. Weet ik veel. Cola, als je cola laat kiezen. Je kan er namen, nummer, kaarten. Ja. En nog toffer, stel voor, er zit nog een toeschouwer nummer 2. En die heeft ook een kaart gekozen. En dan zeg je, oh, weet je wat? Je houdt het krijtje ook vast, leg je het bordje ook nog op. En er staat op de achterkant ook nog een keer een gekozen kaart. Maar even voor de duidelijkheid, dat trillen deed ik net. Voordat mensen denken, zeggen, dat trillen, hoe heb je dat ik gedaan? Ik deed ooit de vorige keer met een grote, met het Spirit Slates. Tientallen updates geleden. Mm-hmm. Ik denk ook. Oh, twee mensen. Hoe deed je dat? Hoe kan dat? De mijne kunnen dat niet. Ja, maar in principe, René legt ook een versie uit. Dit. Waar je het plaatje ook kunt laten bewegen. Ja, daar zie je als je... check de video even, kaart detector. Dit is de Spirit Slate versie en de andere is de Mona Lisa versie. Als je de video bekijkt, leg ik alles op de kaarten neer, op deze manier zo. En dan gaat het dingetje gaat ook vanzelf nog over de tafel bewegen en draaien. En dat is voor toeschouwers helemaal dat je denkt, wat is dit? Heel tof, ja. Met een extra toevoeging. Ik vind beide echt
tof, laat ik het zo zeggen. Aan beide gaan ze ook hard. Beide gaan ze ook hard. Daarom zeg ik, begin december komen nieuwe. Maar we zijn bijna door deze voorraad heen. Handgemaakt allemaal, ook hier in Europa. Exclusief bij Dynamite Magic Shop. Geldt ook voor de Rabbit Kaart, exclusief bij Dynamite. Dus, ja, ik zie hier ook helemaal niet uit. Toffe dingetjes zijn dat. Nu heb ik hier nog wat leuks. Ik zal even wachten, lekker hier. Maak even plaats. Die ook. We hebben best wel veel spul gepakt. Ik heb hier iets moois. Ja. Als je wat sneeuwstorm houdt. Ja. Van die dingetjes. Dan zal ik deze dus even uitpakken, René. Want dit is toch een mooie versie. De Snowflake. Vase. Daar komt ie. 1, 2. Deze vaas kun je heel makkelijk meenemen in dat doosje eventueel als je wil. Er zit ook een oplader alles bij. Ja. Maar het mooie hiervan is, dit is je hele sneeuwstorm. Dus je hoeft geen grote kruk meer mee te nemen of wat dan ook. We hebben trouwens ook een tapered versie. Ja. Maar dit is namelijk een hele mooie vaasversie. Ja. Dus als je een mooie roos hebt, die zet de roos erin. Je plukt een roosblaadje ervan af en je kunt een hele mooie sneeuwstorm doen. Ja, dat is het idee. Ja, inderdaad, een tapered die kun je dan nog als excuus op het podium hebben staan, omdat je daar water uitschenkt. Ja, voor je in het glas, dan ga je papiertjes in en dan. En hier staat inderdaad een roos in. Dan pak je de roos eruit, je plukt er een blaadje af. En op het moment dat je de roos terugzet, eigenlijk, je ziet het hier, we laten het rustig van boven zien, zie je het klein knopje. Je activeert het knopje daarmee. Hij maakt geluid, we zullen een stukje laten horen. Laat me horen. Maar het is een podiumding, zeggen we erbij. Dus we zitten natuurlijk in een kleine ruimte hier. Dus een hoog geluid. Maar je kan het nog steeds horen, hoop ik. Dus dit is, en dit gaat, zeg maar, 1,5-2 meter hoog, makkelijk, de sneeuwstorm. Even een graag idee, hè? En je kan hem ook gebruiken om je haren te feunen en dan. Nee, dat pak ik niet. Zo dus, oh ja, maar dat is een dikke doek. Dat is wel een heel dik doek, maar ik vind het een hele dikke doek. Ja. Slecht voorbeeld, voor het idee was wel goed. Dit is een Snowflake Vase, eigenlijk hetzelfde mechanisme wat in de. Dat mogen ze aan? Wacht even. In de, ja, oké. Okay. Kijk eens. Wat is dit? Kijk eens. Wat is dit? Improvisatie heet dat. Wat is dit? Wat is dit? En het mooie is, kijk, je kan ook nog dit doen. Hoppakee, dan gaat het doekje zelfs deze kant op. En als je wil, kun je hem ook weer raken oplaten. Even flammenkje onder de kant, misschien met toevallig te wachten. Dit is leuk voor het spontaan dingen. Dus als je je vingers knippert, kun je bijvoorbeeld laten hangen. Je kunt het doek opfrommelen, hè. Maar als ik wil, kan ik hem ook raken op laten staan. Laat op, 3, 2, 1. Maar het mooiste is als je dan blaast, dan kun je hem op commando mooi raak op laten staan. Oké, we zijn een rommelig update van het maken, maar dat maakt niet uit, spontaan is veel leuker. We zijn nu twee dingen door elkaar laten zien. Ik maak deze heel even af. Roos staat je erin en je hebt sneeuwstorm. Nogmaals, het is een toneelding, hier hoort muziek bij. Prijs, Snowflake Vase, €225. Als ik me niet vergis, de theepot, zelfde systeem, €495 dacht ik. Maar die zijn even op en die komen wel weer. Dit is gewoon een fantastisch ding. Compleet met alles wat je daarbij nodig hebt, behalve sneeuwstorm zelf, die moet je even meebestellen. Maar opladers en noem maar op, zit allemaal bij. Ja, ik vind het een gaaf dingetje. Ja. Dan gaan we weer exclusief. En dat was? Ook exclusief. Exclusief. En dat is Hypno Henkie. Hypno Henkie, ja. De prijs weet ik even niet. En normaal haal je die gewoon zeg maar, uit je zak, die is €19,95. Ja. Dan haal je gewoon uit je zak en dan... ja, dan maak je knoopje in en dan blijft hij rechtop staan. Dat is wel een leuk idee om Leon dat net even met die vaas te doen, inderdaad, gewoon voor de fun. Maar normaal doe je check de video op de website, uitgebreide demo video van Leon ook, waar hij de Hypno Henkie laat zien. Ja, ik vind dat gewoon heerlijke, leuke dingetjes. Degelijk gemaakt. Echt degelijk gemaakt. Echt leuke dingetjes. Dan hebben we nog een iets heel moois. Wat zullen we noemen? Een hele stevige printplaat met de op vier lampjes met de houders en vier schakelaars. Achterkant had ik ook even zien voorzichtig. Je ziet hier de contactpuntjes van de lampjes, contactpuntjes van de schakelaars en de batterijhouder. Dus verder niks speciaals. De batterijhouder is ook, kijk, je schakelaars kunnen ook allemaal zeg maar, aan. Allemaal niks mis mee. Je neemt een batterij, die kun je er allemaal bijzetten. De toeschouwers bij zijn, die plaats je erin. En dan heb je een plankje, ga je gerust je gang. Je zult zien dat de blauwe schakelaar blauwer maakt, rood is normaal ook, logisch. Alles maakt gewoon alles aan zoals het hoort. Klopt hè? Ja. Kijk, dus voor alle duidelijkheid, alles werkt gewoon zoals het hoort. Ja. Oké. Okay. Blauw, blauw. Groen, groen. Rood, rood. Geel, geel. Geen valspelerij. Yes? Mm. Oké. Okay. Maar wat nou als je... Noem twee kleuren. Blauw en geel. Blauw en geel. Zeker?
Okay, blauw en jouw, let op. Wat nou als we stiekem die twee kleuren verwisselen? Die schakelaars weten dat natuurlijk niet. Maar wat nou als we die twee schakelaars niet vertellen dat we de lampjes hebben verwisseld? Dat zijn slimme schakelaars. Want blauw weet hij nog steeds dat blauw daar zit en geel weet dat geel daar zit. Rood weet rood daar zit en groen dat groen daar zit. Heel vreemd. Toeschouwers mogen hier ook mee spelen. Ik zelf ook eens spelen. Zie, alles werkt gewoon zoals het nu werkt. Heel vreemd. Ik vind dit een vreemde situatie. Wat nog vreemder is, is dit. Je kan dit namelijk ook allemaal eraf halen. Zo. Dit allemaal eruit halen. Leon, welk lampje wil je op de eerste kleur? Geel. Eerste plek. Geel. Ik weet niet waar of het op dezelfde plek nu zit, maar dat heb ik niet bijgehouden. Groen. Ja, dan doe maar blauw en dan rood. Oké. Welke kleur wil je op de eerste schakelaar? Doe maar groen. Tweede? Toen blauw. En dan rood-geel. Dus, je hebt alles wel gewoon willekeurig door elkaar geflapt. Ja, ja. En toch maakt geel-geel aan. Rood-rood aan. Groen-groen aan. En blauw-blauw. Dit is een wonder. Ja toch, ik vind het vreemd. Mensen mogen allemaal al zelf mee spelen wat ze willen. Ook, of hoe Elmer dat zegt, hoe is het mogelijk? Heel vreemd. Nou hebben we ook een wit lampje. Noem een kleur. Blauw. Blauw. Als je het eruit haalt zo. Kan ook. Zie. Doe je die erin. Wat gebeurt als je nou blauw aanzet dan? Nou, het systeem de schakelaar weet natuurlijk niet dat wij een wit lampje erop hebben gezet. Maar zie jij hier wit? Nee. Ik ook niet. Dus als ik die blauwe aanzet. Werkt niet. De blauwe lamp hier ligt. De blauwe lamp ligt daar. Zie. Ja. Groen werkt nog wel met groen, rood werkt wat zie. Alles werkt gewoon. Ja. Maken we het nog gekker. Wat nou als we alles uitzetten? En dat we er. Noem twee kleuren. Twee kleuren, doe maar blauw en geel. Blauw en geel. Maar blauw zit al een wit lampje, dat is lastig. Die hebben we niet meer. Rood en geel. Rood en geel. Ja. Rood en geel, oké. Okay. Doe even rood en geel, doe zo. Zie. Dan hebben we namelijk geen gele meer, zie je? Ja, ja. Die is weg. Kijk. Die maakt daar een wit aan, die heeft geen kleur meer. Kleur meer. Zie. Maar deze maakt nu rood en geel allebei deze aan. Pff, snap jij het nog? Nou, en dit mogen mensen nu helemaal checken als ze willen. De rest, ik haal dit even af zo. Het is helemaal te onderzoeken. Er is niks te ontdekken. Totaal niks te ontdekken, zie. Helemaal niks te ontdekken. Nou, en dit is echt... Ja, we kunnen hier heel lang over vertellen. Dit is ook exclusief bij Dynamite Switchboard. Bij Martin Anderson van Idea Lab uit Spanje. Mooi, heel, heel mooi. Echt man. Heel gaaf. Je krijgt het bordje met een mooie verpakking erbij. Instructies erbij. Zakje erbij. Je krijgt een heleboel lampjes. Dat is omdat je naast deze routines... Kun je ook bijvoorbeeld... Je hebt iets van 8 of 9 routines. Die zijn mogelijk. Oh, wacht. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik zet twee groene lampjes erin. En dan zet je de groene schakelaar aan. Dan gaan twee groene lampjes branden. De lampjes zijn niet speciaal. De schakelaars zijn niet speciaal. En je gelooft het misschien niet. Maar in de printplaat, die 1,5 millimeter dik is, zit een complete microcomputer ingebouwd. Dit is een geavanceerd product. Het ziet er simpel uit. Maar het is o zo geavanceerd. In principe is de werking niet moeilijk. Je moet wel even weten wat je moet doen. Dat zeg ik er even bij. Ja. Het is niet dat je, als je 10 glazen bier op hebt, denkt dat je niemand moet doen. Ja, maar in principe... Het is allemaal wel logisch, maar je moet wel even meespelen. Op het begin denk je misschien... Ja, er zit logica in. Er zit logica in. Dus het is niet dat je denkt, oh, wat moet ik nou ook weer doen? Ja. Kijk, wij hebben gisteren voor mee gespeeld. En ik moet echt wel even nadenken wat ik doe nog. Omdat het... het komt... Nieuw. Alles, elke truc, of elke truc moet je oefenen. En ik ga je even uitleggen. Hoe gaan we het uitleggen? Je kan effecten laten zien. En je hebt zo'n 7 effecten die standaard ingeprogrammeerd zijn. En die kun je zelf. Er zitten ook programma's in. 2 programma's zitten erin. Ja, en een programma, bestaat, een programma bestaat uit meerdere effecten. Die zit er standaard voor geprogrammeerd. Dus je zag het effect eerst 2 lampjes ruilen. Toen zag je het. Effect 2, alles door elkaar. Effect 3, een wit lampje. En effect 4, 2 dingen bij elkaar. Dat zit er standaard in. Maar als je zegt, ja, maar ik wil
dat eerst en dan wil ik dat, dan wil ik dat. Geen probleem, want je kan nog 2 of 3 programma's er zelf bij maken. Gaat heel makkelijk gewoon met de schakelaars. Er zit een hele duidelijke instructie bij. En gigantisch veel video's met alles duidelijk in. Ja. En kun je dat zelf programmeren, zodat je elk programma wat je wil kunt gebruiken. Fantastisch. Nou, en mensen mogen dit gewoon checken. Er is niks te ontdekken. Ik haal die batterij er even uit. Nou, als je nou zegt, ik vind het mooi, maar ik vind het wel echt kwetsbaar uitzien. Wat we ook hebben, is dit. Dat is een setje. Dat is een acrylic case. En we hebben er nog niet omgedaan. Ik wilde het er wel omdoen, maar ik heb het even afgelaten voor de video. Dat kun je met schroefjes eromheen doen. En dan gebeurt er namelijk dit. Zie je, dat is nog wat... dan moet de lampjes hier eraf. Maar het gaat dan helemaal omheen. Ja. Met schroefjes eromheen. Maar die schroefjes moeten er even heen. Die maken we straks even na de video. Zie je, dan is het nog wat... Vind ik ook wel gaaf. Is nog wat meer zo van beschermd ook. Ja, ja. En je kan overal gewoon bij de lampjes, bij de... batterijhouder en alles. Kan ook nog. Het is optioneel. Die zit er niet bij. Belangrijk, niet dat je mensen zeggen, ik heb hem gekocht, maar het zit er niet bij. Je krijgt de lampjes, printplaatje, alles wat je nodig hebt, krijg je. Ja. Behalve deze acrylic case. Wat ik ook even wil zeggen. Ja. Mensen die het product kopen, dat product kun je registreren. Ja. En dan houdt hij jou up-to-date over nieuwe ontwikkelingen of nieuwe... Ook. Ja. Misschien wel nieuwe programma's of hoe zeg je dat? Ja. Dus het is dus echt top gemaakt. Er zit ook heel veel tijd in. Want volgens mij hebben 5, 6, 7 mensen of zo echt continu... Ja, ze hebben echt bekende goochelaars gestuurd die professionele acts hebben en gezegd... Ja. Ga mee spelen. Als iets niet goed is, laat het weten. Ja. Als je idee hebt, laat weten. Het is niet even bam bam gemaakt. Dus er zijn natuurlijk al heel veel switchboards op de markt geweest. Al gaat dat tientallen jaren terug. Dit is echt... Ja, ik heb kasten gezien die zijn zo hoog. Heb ik ook verkocht met alles erin. Maar dit is gewoon, hier kan gewoon niks in verstopt zitten. Ja, maar mooie vind ik, ik zag bij hun toevallig ook een lijstje staan van alle switchboards die er zijn. Dus die mensen hebben zich natuurlijk ook eerst verdiept in al die andere switchboards. En daar natuurlijk alles op. Ja. Ja. Dus dit is echt de à la crème, of noem je het? Ja, de crème de la crème. Ja, de crème de la crème. Hé, en ze bieden ook levenslange garantie. Zelfs als je garantie verlopen is, er is iets mee, stuur je de ding op. Ja. Geen kosten, ze zorgen dat het opgelost wordt. En als je ze kwijtraakt... Alle dingetjes kun je gewoon los verkrijgen. Er zit een hoop bij, ook extra. Volgens mij zit alles 3 bij. Lampjes heb je alles dubbel ook. Dus er zit veel bij. Het switchboard, daar komt die. €299,95. De helft ongeveer van alle andere switchboards op de markt. En de acrylic case, €29,95. Als je die erbij wil, ik zou hem bijbestellen. We hebben er gisteren al een aantal verkocht. En dat was dag 1 dat we ze hadden. Dus ik verwacht er veel van. Het kan zijn dat ze even uitverkocht raken, maar ze komen weer opnieuw. Ja. Switchboard, mensen, aanrader. Zeker, zeker. Ik zei al tegen Elma, dat past ook mooi in het kerstpakket. Maar begin nog wat leuks. Laat zien. Ik heb hier een puzzel. Dan zei je een puzzel, ik heb hier allemaal verschillende... Ja, discussie, puzzel of diertjes. Puzzel? Puzzel, zeg maar eens. Puzzel, puzzel. Puzzel, puzzel, puzzel. Puzzel, puzzel. Okay, ja, sorry. Dus ik heb hier allemaal verschillende dieren. Giraf, ja. Olifant, ijsbeer, tijger, wolf, vos. Ja, vos. Maar bijna is het een en een ijsbeer. Oké, okay, ja. En ik heb hier een puzzel met 4 stukjes. Kijk. Dan zou je zeggen, 4 stukjes is niet zo moeilijk. Daar kun je alle dieren mee maken. Daar kun je alle dieren mee maken die op tafel liggen. Oké. Okay. Maar René, kies eens een dier. Dan ga ik voor de tijger. De tijger. Ja. Oké, okay, dan komen we daar zo op terug. Maar... Als je in Nederland een tijger als huisdier zou mogen hebben, en ik had de keuze, dan had ik een tijger als huisdier. Oké. Okay. Ik geloof niet dat de rest van mijn gezin het zo'n goed idee vindt. Maar... Waar ga je die laten dan? Ik heb er al stiekem in de garage zitten, dat weet niemand. Ja, maar even voor de idee. Je kan ook bijvoorbeeld een olifant maken. Ik zal eens even kijken of dat lukt. Oh, je laat ja, okay, dat in ieder geval. Dat is 1, dat is 2, dat is 3, en dat is... Kijk eens, de slurf. Dus we hebben hier een olifant. Correct. Zeg het goed? Correct. Dus geen vos of een. Of wat was het? Een. Vos. Of nee. Een ijsbeer. Nee, het lijkt me niet op. Het is een slurf. Het is de enige die maar slurf was. Ja. Nu komt het. Ik kan die puzzel afdekken met het dekseltje. Ja. En jij wou bijvoorbeeld iets anders hebben. Je had gekozen voor de tijger. Maar zelf, ik pak hier een stukje. Ja. En ik leg hem zo neer. Dat is een stukje van de tijger. Dat is een stukje van de tijger. En dan kan ik eventueel in mijn vingers knippen. Ja. En dan ligt daar de tijger. Dat kan niet, want je hebt 1 stukje omgedraaid, niet 4. Ja, maar toch ligt hier de tijger. Ja. En ik mag dit checken.
Ja, en ja, hey? Dit is gewoon een toffe puzzel. Ja, ik weet niet hoe die werkt. Mensen, ik heb op de fabrikant gebeld. Alles checken. Stond op tot 4 jaar. En ik heb er nou hoe lang over gedaan? Ja, oké. Okay. Hey, ja, ook een gaaf ding. Heel gaaf ding. Ja. Hij heet Flashcube van Tenjo. Ja, kost 22 euro. Ja, en je kan gewoon, als je nu nog een ander dier kiest, hup, ja, mag je nog een ander dier. Je kan alle dieren maken, je kan, het, ja. Je kan met z'n dier laten kiezen, je kan dieren laten verschijnen, wat je wil. Ja. Moeilijkheidsgraad, niet moeilijk. Nee, je moet alleen even weten wat je moet doen. Ja, maar dat geldt voor elke truc. Maar deze doe ik ook niet elke dag, zal ik het zo zeggen, dus we moeten heel eventjes schakelen. Ja, maar het is makkelijk te doen. Je krijgt alles niet kant-en-klaar, je krijgt de stickers erbij voor je op te plakken, maar dit is één grote sticker die je om de hele kubus heen plakt. Het stelt niet voor, 5 minuten is je truc klaar voor eeuwig en is je goed. Ja, en er zijn geen gimmicks. Geen plaatjes, magneetjes, helemaal niks. Je hebt alleen 4 puzzelblokjes, 6 kaartjes. Klaar, en een doosje. Maar het geen, ja, zit er een geheim aan, in principe? Nee. Natuurlijk werkt het met een geheim. En het is zo gemaakt dat het werkt, maar er zit geen schuifjes, knopjes, klepjes, flapjes. Nee. En dat vind ik wel gaaf. Ik had gedacht dat daar ergens iets mee ging. Zeer ingenieus bedacht. Geen magneten. Flashcube, 22 euro. Ook Tenjo 2022, 1 uit de serie. Ja, heel mooi. Ik pak iets totaal anders voor de afwisseling. Ik pak namelijk even. Ik zet het even hier op zijn neer. Ik heb hier namelijk een grote dobbelsteen. Wurfel. En de wurfel. Grote dobbelsteen. Leon. Ik ga de dobbelsteen laten verdwijnen. Jij mag kiezen, zichtbaar of onzichtbaar. Doe maar zichtbaar. Ik vraag het nog een keer. Zichtbaar onzichtbaar. Of onzichtbaar? Nee, het is niet zichtbaar, zei je. Zichtbaar. Maar zichtbaar is gewoon niet zo leuk. Ik zal het zien. Als ik ook het zichtbaar laat verdwijnen, betekent dat je ziet waar het heen gaat. Ja. Dan zou ik bijvoorbeeld dit doen. Kijk, dobbelsteen. En weg. Ja. Dan is iedereen, ja, je hebt een hoed gestopt. Ja, dan moet je ook niet vragen om zichtbaar. Dat is veel te makkelijk. Oké, doe het anders. We zetten de hoed even hier achter mij neer. Zo. Zo. De dobbelsteen, die gaat in het kastje. In deze mooie kast. Oeh, mooie kast, toch? Dobbelsteen gaat in de kast. Nu ga je de dobbelsteen laten verdwijnen op de onzichtbare manier. Aan welke kant zit de dobbelsteen trouwens? Hier of hier? Hier. Hier? Ja. Oké, okay. Dat is dus voor jou links. Ja, voor mij links. En nu? Nou zit hij rechts. Hier, bedoel je? Of hier, rechts. Ja, okay. Rechts, nee. Ja, voor mij links. Hij zit niet, nee, hier zit hij niet, zie. Hij zit ook, trouwens ook niet aan deze kant. Dus hij zit hier daar. En sorry? Ik hoor iets. Hoor je iets? Ja, ik hoor het deurtje open en dicht gaan. Oké. Okay. Maar als je goed luistert, dan hoor ik iets schuiven, René. Ah, ik snap wat jij denkt. Jij denkt dat de dobbelsteen schuift in het kistje. Ja, maar dan zit hij hier natuurlijk. Nee, dat zit hij niet. Nee, zit hij niet. En het publiek zal roepen, je moet 2 deurtjes openmaken. 2 deurtjes, dat kan. Dat is geen probleem. Kijk, want hij zit hier niet met 2 deurtjes open, zie. En hij zit hier niet met 2 deurtjes open. Hier, voilà. Nee, je moet 2 deurtjes langs elkaar openmaken. Oh, 2 deurtjes langs elkaar. Dat kan ook, geen probleem. Hij zit hier niet, zie, met 2 deurtjes langs elkaar open. En hij zit hier niet met 2 deurtjes langs elkaar open. Zie? Ja, maar dat is. Nee, dat is toch niet eerlijk. Je moet alle deurtjes openmaken. Ja, dat kan niet, want dan weet je hoe de truc werkt. Top. Maar als goochelaar zijn, dan kan ik het wel. Doe ik knip. En dan doe ik dit. En dan is de dobbelsteen spoorloos verdwenen. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet goochelen zonder dobbelsteen. Vandaar dat ik hier nog steeds de hoed heb staan. En in die hoed, daar zit de. Mooi. Degelijk gemaakt. Dit is een pot van dikke. Laat me raden, exclusief. Exclusief. Dynamite. Dobbelsteenkast. Groot luxe. Het is schitterend mooi gemaakt. Ook in Europa. Mooi gelakt. Mooi afgewerkt. En het systeem van deze kist is weer net wat anders dan dat je van een andere kist gewend bent. En ook nog magnetisch. Dus het verdwijnt vanzelf. Het is fantastisch. €199. Maar dan heb je wel iets heel moois. Ja hoor. Toch? Ja, durf ik niet, bij echt, durf niet bij alle dobbelsteenkasten. Nee, daarom. Ik vind het echt, echt heel tof. Zo. De dobbelsteenkast. Hier, voilà. De dobbelsteenkast. Zetten we opzij. Nou, het wordt minder gelukkig.
Ja, maar ik heb hier nog een mooi boek. Ja, Burger. Ja, 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 ja. Final Secrets. Ja, we hebben er wel een tijd op moeten wachten. Want het heeft de mensen ook die ze besteld hadden ook, hadden even dikke pech, wij ook. Want wat gebeurde er? De pakketten werden vastgehouden door de douane. Eerste storm. Om onbekende redenen. Eerste storm, daar bleef ik, we konden niet op vliegtuig, toen kwam er douane. En toen werd het pakket zo'n 17 keer heen en weer gestuurd tussen Brussel, Eindhoven, Amsterdam. Echt, dat DL, we hebben daar iets gedacht over DL en het pakket ging echt overal naartoe. Ik geloof dat we 43 scans hadden op het eind toen het pakket aankwam. Nou, dat is als je gaat tracking gaat doen en je denkt, wow, wat gebeurt er allemaal mee? En toen kwamen de boeken, vorige week, twee weken later dan gepland. Het laatste boek van Jim Burger, The Final Secrets. Ja, fantastisch. Het gaat eigenlijk voornamelijk over alle kaarttrucs en kaartroutines die Eugene nog had bewaard. Die staan eigenlijk in dit boek, samen met interviews, met extra's. Of zou ik de achterkant laten zien, kunnen, weet je, ook een mooie foto van Eugene. Het extra's op. Even kijken, we hebben bijvoorbeeld complete description of 17 real world card routines. Dus 17 routines, waaronder influence, phishing, order and chaos en noem maar op. En zijn legendarische bijdrage aan The Trick That Cannot Be Explained. Vind ik een hele gaaf truc. Also includes both the text and audio versions of The Growing the Art of Magic. Dus dit is een uniek boek. Ik weet ook niet of het eeuwig in druk gaat blijven of dat ze dit op ergens beperken soort van. Maar ik weet wel dat als je van goede boeken houdt en doordachte routines waar echt aan geslepen is, moet je bijgeslepen zijn tot het kleinste puntje. Eigenlijk kun je met al Eugene's boeken niet fout gaan als je van klus op hoogte houdt. Zo goed geschreven. 129,95. Eugene Burger, The Final Secrets. Uitgegeven door Lawrence Haas, die heeft het boek ook echt geschreven, hè, zeg ik, geproduceerd. Ja, fantastisch. Als je nog iets zoekt. Even een flinke dik boek ook. Zeer gaaf. Er zaten veel mensen echt op te wachten. Hè. Die belden ook eens regelmatig of appten of mailden. Waar blijft het boek? Ik ben ook bang dat ik het niet meer ga krijgen. Dat het niet meer aankomt. Het komt aan. Maar we moesten gewoon wachten. Dan heb ik hier nog iets. Een transparant envelopje. Met een window. Met een window. Ik ga erbij pakken. Nee. Zo. Compleet spel. Spelkaarten. Yes. Yes. Jij mag er willekeurig een kaart uitzoeken waar je zelf wil. Willekeurig. Willekeurig. Ik wil ook iets zien. Echt willekeurig. Je zou mogen signeren en al die dingen erbij gaan we niet doen, maar het zou wel mogen allemaal. Onthoud de kaart goed? Ja. Ja? Nummer 15. Van meneer Monika. Oké. Ik denk nummer 15. Ik heb geen nummer spel. Oké. Ik wil de kaart niet zien. De kaart gaat terug in het spel ergens. Zo. We schudden de kaarten door elkaar, op deze manier. Je kaart zit nu ergens in het spel, ik weet niet waar. Ik heb geen idee waar. Maar, ik weet wel dat het niet, hopelijk tenminste, deze kaart was. Niet de Schoppenkoning. Nee, dat was een... Dat is mooi. De Schoppenkoning plaatsen wij namelijk in deze transparante envelop. Dat past daar heel mooi in. Zo, zie daar. Hopzakee. Zo. Zie, en dan hebben wij de Schoppenkoning in de envelop. Yes? Yes. Maar nou komt het. Ik neem het even op. Welke kaart had jij gekozen? Schoppen 6. Schoppen 6. Mocht je je afvragen, waar is nu die koning? Dit had dus gesigneerde kaart kunnen zijn. Eigenlijk lijkt het een beetje, als je het mij vraagt, op wauw. Ja. Toch? Alleen is het niet de wauw, is het vet dingen, honderden verkocht in de afgelopen jaren. Ja, kijk maar. In principe is een envelopje, mensen mogen er goed in kijken, mensen mogen zelf de kaart ook uithalen als ze willen. Switch heet het, van Manoj Koshal, ik kan het verschillende manieren uitspreken. Kost $43,95. Mooi. Degelijk gemaakt envelop, ja. Makkelijk te vertonen ook. Gebruik je eigen rode bicycle kaartspel. Wel belangrijk. Daar is de envelop gemaakt. Of je doet een color change. Dan kun je het wel. Dat kan ook. Ja. Dat kan ook. Nog. Twee. Oh, maar eentje heb ik niet voorbereid. Dus dat is misschien even niet zo handig. Moet ik even kijken. kunnen we misschien toch wel doen.
Maar dan moet ik even kijken hoe. Denk ik nu pas aan. Maar ik heb nog iets anders. Gaan we even proberen. Ik heb hier een bord namelijk. Je kan het inzetten op allerlei manieren. En je kan bijvoorbeeld zeggen, stel je wordt uitgenodigd om een avond aan elkaar te praten in het theater. Dan kun je zeggen, oké, zou jij willen vertellen waar de mensen als in geval van paniek het pand moeten verlaten? Oh, dat kan, zeg je dan. Voor alle mensen, rechts in de zaal mensen, we verzoeken jullie om graag de nooduitgang aan de rechterkant te gebruiken. Is dat duidelijk? Ja, oké. Voor alle mensen aan de linkerkant zou u alstublieft ook de nooduitgang aan de linkerkant willen gebruiken. Zodat alle mensen links eruit gaan. Heel belangrijk ook, zeg maar. En alle mensen die rechts zitten, u bent er dus natuurlijk nog steeds, rechts het pand willen verlaten. Zou dat kunnen? Ja, heel mooi. Goed zo. Dan wil ik u verzoeken, alle mensen die in het midden zitten, gaat u alsjeblieft niet naar de kelder. Niet naar de kelder. Is te gevaarlijk. Is echt te gevaarlijk. We verzoeken u namelijk om te gaan naar het dak. Op het dak namelijk, daar komt een helikopter. Zie, daar komt een helikopter. Daar is in de kelder geen nooduitgang. En de helikopter pikt u op als er paniek is. Mocht u dit allemaal niet hebben kunnen volgen, dan heeft u waarschijnlijk last van uw ogen. Raad u aan om even langs de oogarts te gaan. Nou, zo ongeveer. Is dat ook uw kant op? Dat is een beetje het idee. Kunststof. Gemaakt. Ja, je kan er van alles mee maken. Je kan de corona, mensen met corona, ho ho ho, je moet links lopen, ho ho ho, je moet rechts lopen. Je kan er van alles bij bedenken. Je krijgt een speciale plaat met een uitgebreide video-instructie. Hebben we gemaakt, speciaal ervoor. Exclusief. Bij Dynamite. Leuk ding. Emergency exit heet het. En het kost bijna niks. Vind ik tenminste voor een toneeltruc 23,50. Dus dat is niet verkeerd. Heb je nog iets, Leon? Nee, wat ik even nu pak namelijk, dat ik even niet direct voorbereid, is mijn telefoon. Het is niet dat ik nu ga bellen, maar ik ben echt zo telefoon... Is Katrien. Oh. Zo telefoon, van mijn telefoon, Evelien, dat maar. Ik niet precies weet altijd hoe dat ding werkt. Echt waar. Ik heb hier namelijk een foto van de toekomst. De foto van de toekomst. Echt. En normaal laat ik die iemand... Zo vasthouden. Weet je wat? We doen het even opzij. Een beetje. Hou die foto. Is nog niet ontwikkeld verder. Hou hem even langs je. Dan maak ik even zo'n foto van je. En laat u zo meteen de foto zien. Hou een beetje naar mij toe. Even eruit te leggen naar de camera. Oké. Fantastisch. Heel goed. Ik leg hem hier neer nu. Zo. Telefoon. Foto leg ik ook hier neer. Want ik heb hier namelijk een hoop bestemmingen overal ter wereld waar je naartoe zou kunnen reizen. Zo. Hawaii. Ik zou best naar al die plekken toe willen. Want ik ben er op nog geen één geweest. Oh ja, eentje. Twee. Oké. Okay. Ben geweest. Ja, maar als jij op vakantie, waar laat je die tijger dan? Ja, dat is weer een ander ding. In de handbagage. Even kijken hoor. Of ga je dan ophalen? Ja, kan ook. Weet je wat? Schud de kaart zelf eventjes. Ik wil niet weten wat waar ligt of wat dan ook. En dan mag je ze verspreiden over tafel met de rugzijde naar boven. Juist, zo. Jij kan dat goed verspreiden. Heel goed. Het idee is als volgt. Jij mag twee kaarten aanwijzen, willekeurig. Wijs twee kaarten aan. Doe dit nummer. Heb je dan drie kaarten? Oh, doe maar die twee vingers. En dan kies je even twee spits. Nee, twee. Oké, dan zeg ik dat die weg moet. Dus die doet niet meer mee. Dus dan gaan we net zo goed dat er eentje overblijft. Nu doe ik het. Stop. Welke doet niet meer mee? Die. Nou word jij weg. Kijk eens. Een aparte manier van aanwijzen, dit. Ja. Deze en deze, bedenk je dat? Ja. Ik doe deze ook niet meer mee. Dan doe ik dit. Welke doet niet meer mee? Die? Oké. Okay. Mag jij weer? Dan doet deze niet meer mee. Pak ik deze twee. Die niet meer mee. Jij twee. Doe die niet meer mee. Die niet meer mee. Ja, leg er nog maar twee en zeg ik doe die niet meer mee. Oké. Okay. Dan hebben we nog één kaart over. Niet Beijing, niet Rio de Janeiro, Easter Island, Hawaii niet, Delhi niet, Tokio niet, Cairo niet, Sydney niet, New York. Ik weet even uit mijn hoofd niet wat jij gekozen hebt. Wil je even checken? Parijs. Daar ben ik toevallig wel geweest. Niet heel ver ook. Weet je nog dat ik een foto heb gemaakt van jou met een foto? Dat is ingewikkeld. De foto van de toekomst. En de foto van de toekomst die laat dingen zien die nog moeten gebeuren. Je hebt net iets gekozen, maar die foto wist al wat er ging gebeuren. Want op de foto namelijk, ik zal het laatste keer zien, de laatste foto die genomen is... Een voor het idee.
Daar staat hij, de Eiffeltoren. Heeft Leo een foto vast met daarop de Eiffeltoren. Ik zal even inzoomen nog, dat kan natuurlijk ook nog. Een mooie foto. Kijk, voor de mensen thuis die het niet duidelijk kunnen zien. De Eiffeltoren. Oftewel Parijs. Mooi. Nou, dit kan dat doet me denken aan een truc. Is, dit kun je dus met de toeschouwerstelefoon. Dat doet me denken aan een truc van SEO of iets. Ja, van SEO Magic, klopt. Ja, maar die zijn best prijzig. Dan en dan heb je nou een hele mooie versie van. En dit heet Future Photo. En het gave is, je krijgt 2 Polaroids. 1 voor een voorspelling van een land. En 1 voor een voorspelling van een kaart. Dus iemand kiest een kaart. Je ziet het hier eigenlijk. Je legt de foto op het doosje van het kaartspel, op het kaartspel zelf. Knipt er een foto van. Kan ook van tevoren al. En op het einde blijkt dat jij een foto hebt al van hun kaart die ze later pas gaan kiezen. Ja, heel tof. Ja, dit is echt serieus ook heel mooi gemaakt. En ook Future Photo is zeer goed betaalbaar. €27,50. Compleet ja, met alles wat je nodig hebt. Alleen je hebt alleen een telefoon nodig. Het kost met niks. Met een flits. Want dat moest ik even doen, net flits instellen. En ik weet niet precies hoe ik... Soms heeft hij automatische flits. Ik moet altijd even puzzelen waar ik een flits aan moet zetten. Ik vind het geen geld. Want als je kijkt wat die de ene kaart kost die ik bedoelde, zeg maar, dan zit je al 150 euro. Ja, maar inderdaad, dat was een duur dingetje. Rainbow kaart. Ja, volgens mij wel. Ja. En dan ben je nou voor 17 nog wel klaar. Ja. Ja. Dat scheelt je. Ja. Nou, we hebben gewoon alles gehad. Ik heb hier alles gehad, jij ook. Ja. Mensen, dit was het wat betreft deze update. Ik hoop het echt, want morgen is een nieuwe persconferentie. Dat de winkels open mogen blijven en dat we rond de feestdagen ook jullie hier in de winkel kunnen zien, kunnen helpen, dat soort dingen. Maar ik vrees ervoor. We wachten het af. Hoe dan ook, blijf gezond. Als je vragen hebt, je weet het. Je kan bellen, mailen, Facebook berichtjes sturen. Kan allemaal. Je bent welkom in de winkel. Je kan onze webshop dingen bestellen. Instagram, van alles. Je kan je abonneren op ons Facebook kanaal. Je kan ons abonneren op ons YouTube kanaal. Je krijgt altijd de nieuwste video's. Je kan je abonneren op Instagram om ons te volgen. Dan blijf je altijd op de hoogte van alles. Zou je niet weten waar die linkjes allemaal staan? Ga naar onze website. Scroll helemaal naar beneden. Dan zie je alle logo's staan van waar wij zitten op Instagram. Waar we zitten op Facebook. Waar we zitten op YouTube enzovoort. Kun je altijd abonneren. Nooit verkeerd. Ja, en verder, we hebben een mooie website, dus je kunt altijd daar rondneuzen. Ja, precies. En je winkelmandje gooien, als er winkel dicht is, kun je altijd nog bestellen. Dus we hebben erbij laten zetten wat er allemaal op voorraad is. Dus normaal stond er alleen bij als het uitverkocht was, maar we hebben er nu actief bij laten zetten. Als het er is, staat er gewoon bij op voorraad. Is gewoon duidelijk voor iedereen, dus dat staat er nu ook nog bij. Ja, en dan kwam de vraag van mensen, doen jullie iets met Black Friday? Doe je iets met Black Friday? En de antwoord is, nee, niet direct. We hebben onze wekelijkse... livestreams op dinsdagavond. Daar doen we altijd scherpe dingetjes. Afgelopen dinsdag ook had ik een paar hele toffe dingen erin. Gewoon €40 of €30 van een nieuwe truc af. Ja. Om mensen te stimuleren en om te bedanken dat ze altijd de livestreams kijken. Dat was Frozen in Time bijvoorbeeld. €30 goedkoper. Ja, Swedish Edition. Ik deed er €30 vanaf. Ja, en dat snap ik niet, maar... Nee, het kan ook eigenlijk niet. Maar toch, we hebben er ook veel verkocht in die stream. Check die streams. Er zijn winkels die stunten met heel veel items, nu met 1000 items of zo. Kunnen wij ook in theorie. Dat heeft te maken met onze grote leverancier in Amerika die een grote actie heeft. En die kunnen wij doorgeven. Ja. Maar het probleem is dat in de praktijk is gebleken dat als we die actie doen en mensen gaan die items daadwerkelijk bestellen bij ons. Dat ze bij de leverancier al niet meer op voorraad zijn. Omdat de voorraden nu helemaal niet continu synchroon lopen met alles. En dat geeft stress voor de klanten, maar ook stress voor ons als je allemaal dingen bestelt en betaalt die niet geleverd kunnen worden. Dus vandaag, check onze live. Maar we hebben ook liever dat mensen leuke dingen hebben, hè? Ja. Lieve keer bedoeld, maar ja, je ziet wel vaker dat in zo'n opruiming over heel veel dvd's zitten, van videokwaliteit bijvoorbeeld, of refills, waar je van denkt, ja, als je de truc niet hebt, dan heb je ineens een refill. Ja, wij zien daar vaak voorbij komen waarvan wij denken, wat bij ons al jaren in de opruiming is, dat komt daar ook in de opruiming. Dus het is... Geen slecht materiaal, maar het is. We hebben liever dat je met mooie producten naar huis gaat. Dus check onze livestream op dinsdagavond. Daar kun je actief meekopen. Daar zitten echt altijd toffe aanbiedingjes in. Ja. We hebben er al 82 gedaan, of de 82 video's gedaan. Volgende week dinsdag is nummer 83. Daar zitten altijd toffe verrassingen in. Ja, en als je niet weet waar je de link kan vinden. De link staat op Facebook op de... Dynamite Magic Shop. Ja, op de Dynamite Magic Shop, maar ook op de livestream. Gebruik de Google artikelen. Ja. En als je het dan nog niet kan vinden, je kan altijd e-mailen, bellen. Facebook, Instagram en dan kun je ons altijd vragen. Zo is het. Dus. Leon,
Ja, dat was hem alweer. Dat was hem. Ik wens jullie allemaal, of wij wensen jullie allemaal, fijne Sinterklaas toe. Ja. Fijne decembermaand. En we zijn er weer voor kerst. Tot de volgende. Doei doei. Hoi hoi.